Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvaart doen. En die ga ik beginnen met een oomkaart. Welk woord staat centraal voor jou die dit moet horen? Ik ben benieuwd. Dom. Dom. Dat kan van alles betekenen in je hoofd. Het kan zijn dat je iets hebt gedaan waar je zo'n spijt van hebt. Of iets wat iemand naar jou toe heeft gedaan. Het komt soms ook wel eens voor in de rondjes. Dat je te maken hebt met iemand die iets stupidly doet, om het maar even zo in het Engels te zeggen. We gaan kijken of daar wat uitkomt. Het woord dom speelt in je hoofd. Hoe kon ik zo dom zijn om dat te geloven? Hoe kon ik zo dom zijn om dit te doen? Hoe kon iemand zo dom zijn om dat tegen me te zeggen? Wat brengen de rondjes in? Dat zijn er veel te veel. Ik pak degene die op de grond vloog. Op zijn kop. Throne. Oké. Ja. Een hoge positie. Een hoge positie. Het kan zijn dat er iemand een beetje neerbuigend iets gezegd heeft. Misschien wel van, jij bent dom, jij kunt dit niet. Of ik haal jou van dit project af, omdat je niet capabel bent. Maar het kan ook privé zijn. Het heeft te maken met iemand die vanaf een hogere functie, in het werk, iemand die een leidinggevende, die misschien uit zijn slof is geschoten, omdat er iets ontzettend mis is gegaan. Iemand die jou van een project haalt. Maar het kan ook zijn in een liefdesrelatie waarbij degene waarmee je te maken hebt een ongelooflijke kwetsende opmerking heeft gemaakt. Iemand die zichzelf ook wel vanuit een autoritaire positie, een arrogante houding, laat ik het zo zeggen, een arrogante houding. Iemand die zo vanuit zijn ego heeft gesproken. Waardoor je je klein voelt en niet goed genoeg. Bah, nee. Iemand die inderdaad vanuit een arrogante positie, vanuit een, en misschien best vanuit zijn ego of vanuit een hoger zelf, maar dan op een negatieve manier. Iemand die vanuit, van hoger hand. Iemand die zich op dat moment ook niet gelijkwaardig aan je stelde, maar het gevoel heeft dat hij of zij, man of vrouw, het zich kan permitteren om zichzelf boven jou te plaatsen. Oeh, er valt er weer eentje en glijdt bijna van de tafel. Peacock. Kijk nou toch eens. Wauw, lieve tekens. Het is zo belangrijk dat je je trots en je waardigheid houdt. Wat iemand ook tegen je zegt of wat iemand ook gedaan heeft om jou het gevoel te geven dat je minderwaardig bent of iets doms hebt gedaan, terwijl je het met je allerbeste weten en kunnen hebt gedaan of gezegd. Maar er komt hier, het is niet echt heel fijn wat hier ligt, maar hou je waardigheid. Hou je waardigheid. Er is iemand die zich heeft gepermitteerd of zich permitteert ergens in de komende dagen om op een neerbuigende manier een opmerking te maken. Het kan zelfs zijn dat iemand je negeert. Bewaar je waardigheid.
Zo belangrijk. Ik ga nog een kaart trekken. Een rondje of een trekken. Ze vallen er vanzelf uit die het moeten zijn. Het is ongelooflijk. Hou je trots. Weet wie je bent. En je weet ook waarom je hebt gedaan wat je hebt gedaan. Shark. Take care of there will be a loss of material wealth. Nou, het heeft in ieder geval te maken met wees zuinig op jezelf en wees zuinig op wat je hebt en wie je bent. Laat je niet van, ik wou bijna zeggen, van de troon blazen. Want volgens mij hoor jij daar te zitten. Ik ga kijken wat de Colette-kaarten ervan vinden. Wat hebben die te zeggen in de dagvibe? Ja, hou je trots, hou je trots. Ik ben heel erg benieuwd. Welke kaart moet eruit voor de dagvibe? Ik wil er twee. Ik wil twee kaarten voor de dagvibe. Voor het collectief. Kijk nou eens. Het is soms gewoon te eng hoe passend het allemaal weer bij elkaar ligt. Wat er dan in één vibe of reading naar voren komt. Ja, je bent in staat om jezelf af te wijzen. Je wordt door iemand afgewezen door een rotopmerking en echt neerbuigend, arrogant. En dat kan ook een liefdespartner zijn of misschien wel juist een liefdespartner. En het kan zijn omdat hij of zij niet lekker in zijn of haar vel zit. Iets rottigs heeft meegemaakt op het werk en iets meeneemt naar huis. En daardoor zichzelf op een of andere manier dat hij of zij iets projecteert op jou. En het voelt als een enorme afwijzing. Maar liefteken, laat het je niet raken. Want als je goed in je eigen vel zit en je houdt van jezelf, dan kun je gewoon niet afgewezen worden. Dat kan niet, omdat dat dan niet binnenkomt. En door deze afwijzing in deze legging, hoe zal ik het uitleggen? Doordat je het gevoel hebt dat je wordt afgewezen omdat iemand jou kan raken, wijs je jezelf af. Be proud, wees trots, bewaar je waardigheid. Sta borsten vooruit, neus in de wind. Laat zien wie je bent, laat je er niet onder krijgen. Wie het ook heeft gedaan waarmee je te maken hebt. Een rotopmerking vanuit de hoogte. Letterlijk vanuit de hoogte. Het lijkt inderdaad wel een troon. Ik wil nog een kaart. Je voelt je afgewezen, maar als je zo sterk blijft, dan kun je die afwijzing, laat hem niet toe. Want door die afwijzing wijs jij jezelf af. En als het niet binnenkomt, kun je ook nooit jezelf afwijzen. Karma is a bitch. Misschien had je nog iets te goed van die persoon. Oh, het kan heel goed zijn dat er de dag daarvoor iets aan vooraf is gegaan. Waarbij je misschien wel vlijmscherp. Ik wijs op deze kaart vlijmscherp met je tandjes. Een soort, hoe noemen we dat? Een vijltje eroverheen hebt gehaald. Waardoor je misschien je tanden hebt laten zien. Kijk eens. Ik moet hem eruit halen. Het is tijd om door te gaan. Om dit achter je te laten. Zodra het gebeurd is. Er is hier iemand die projecteert. En dat is de persoon die een opmerking maakt. En diegene die mag echt zelf in de spiegel kijken. En misschien doet diegene dat ook wel. Maar in de hitte van het moment gebeurt dat niet. Er is iemand die zichzelf. Er is iets gebeurd waardoor iemand gewoon van leer trekt. Ergens zo neerbuigend naar je doet. Je kruipt bijna helemaal gebogen weg. Dat is wat ik ook zie. Maar kennelijk is er iets aan vooraf gegaan. En was je zelf ook best vlijmscherp in iets wat er aan vooraf is gegaan. En dat je op deze manier, dat het 1-1, dat je nog een. Ja, dat er nog iets te goed was. Dat er nog een te goed bon lag voor de ander om iets terug te geven. Ik weet niet waar het mee te maken heeft. Het kan ook te maken hebben dat je zo een makkelijke prooi bent voor iemand om je op de kast te laten jagen.
om je te laten kleineren. En dat dat iets is waar je werkelijk aan mag werken. Laat het niet gebeuren. Oh, het is zo, ja, het is zo makkelijk om te zeggen, hè, omdat het hier ligt. Want je kunt daar dagen ziek van zijn. En het hangt er ook vanaf wie het is die het zegt. Ik heb het gevoel dat het iemand is die jou kan maken of breken met een neerbuigende opmerking. Ah, het is tijd om het los te laten zodra je dat kunt. Zodra je dat kunt. Wat zegt de magische wegwijzer hierover? Het kan nogmaals heel goed zijn dat het een leidinggevende is. Niet het hoger zelf, wat ik net zei. Ik zei het verkeerd. Van hoger hand. Van hoger hand in een zakelijke situatie. Maar nogmaals, het kan ook in een liefdespartner zijn. Iemand die... Ja, die zich gewoon permitteert om eens eventjes gewoon, nou ja, ik heb het al gezegd, weer valt hij op de grond. Maanlicht, ben je 51? Maanlicht, wauw. Het klinkt zo zacht naast de hardheid in deze dagvibe. 51. Iemand die zo onaangenaam naar je doet, dat je gewoon ook geen woorden hebt. Je bent er niet tegen bestand. Maanlicht. Je intuïtie stelt je in staat om verder te kijken dan het alledaagse, de logica en het analytische. Luister ernaar. Ik heb het gevoel dat je wel, ja, als ik dit lees, hè, van de maan, dan denk ik... Je bent je wel bewust. In je wijsheid weet je ook dat het nergens op slaat wat hier gebeurt. En toch laat je het je raken, omdat het komt van een persoon die jou raakt. Het maanlicht wenkt. Kom en vertrouw erop dat je intuïtie je leidt naar plaatsen die niet logisch lijken. Je voorgevoel zegt je precies wat je moet doen. Geef geen gehoor aan wijsheden achteraf. Want je waarneming is nu heel scherp. Je kijkt voorbij oppervlakkigheden en kunt echt tussen de regels doorlezen. Dit is een goede tijd om orakelkaarten te gebruiken. Of andere methodes van waar zeggen om informatie te verkrijgen. Nou, daarom luister je waarschijnlijk naar deze legging. Bedenk dat de taal van intuïtie een symbolische taal is. Het geeft je op subtiele wijze een voorgevoel. Een zogenaamd belletje, een helder geluid. Een dier of een voorwerp dat je pad kruist. Spirit stuurt je boodschappen om je nu te helpen. Je hebt succes als je de tekens volgt. Wauw, ik hoop dat dit een beetje kan kalmeren in deze situatie. En dat je ook kunt zien dat de persoon die dit doet zelf een probleem heeft. Dat het bij hem of haar hoort en dat het niks zegt over jou. Wat je ook gedaan hebt. In domheid tussen aanhalingstekens. Want wat is dom? He, iedereen doet wel eens iets te snel of zonder erbij na te denken. Maar je hebt het naar beste weten gedaan. En iemand geeft je een soort neerbuigende veeg uit de pan. Ik vind het heel jammer. En als ik dan ook hier zie, het lijkt wel alsof je wegkruipt en dat je in een hoekje gaat staan. Alsof je je schaamt voor wat iemand je zegt. Oh, ik wou dat je je trots kon houden. Dat je echt op het moment dat het gebeurt, dat je echt je dignity, je waardigheid houdt. Dat je weet wie je bent. Nou, lieve tekens. En probeer het zo snel mogelijk achter je te laten. In plaats van dat het, ja, dat het verder zou gaan in wie kan de scherpste zijn. He, dat je probeert om ook nog een neerbuigende opmerking terug te maken. Terwijl je misschien juist in wijsheid gewoon stil blijft. Succes!